De kleine bij die uit de bloem de nectar haalt van zoemen zoem. En van zoemen zoemen zoem nog 1000 keer. Hallo. Hallo. Met jullie wil ik altijd vrienden blijven. En dat maakt al zijn arbeid goed. Jam jam. Jam jam. En dus alweer een leuke klus. Met een klein scherf. We staan vandaag in Scheveningen waar de musical Mary Poppins in première gaat. Is musical ook iets voor jou? Nou, laat voorlopig maar even doorgaan met de carrière waar ik mee bezig ben. Dat gaat hartstikke goed. De film is uit het begin 60er jaren. Toen ging alles wat langzamer dan tegenwoordig. Dus het tempo ligt in de voorstelling veel hoger. Het is veel meer 2010. Het is een heel mooi verhaal. Het gaat over een gezin dat niet helemaal lekker functioneert. En door de tussenkomst van Mary Poppins, die met een hoop magie schudt hij de boel op. En komt het uiteindelijk op een hele mooie manier goed. Het is echt magisch en lief en leuk. Ik ken de versie van Disney, maar dat is heel lang geleden dat ik die gezien heb. Echt als heel klein kind. Dus ik kan me eigenlijk niet meer heel gek veel van een chronologische volgorde van het verhaal herinneren. Vind je het jammer dat je er zelf niet in speelt? Dat ik er zelf niet in zit? Nou ja, er zit niet echt iets in waar ik denk, nou dat zou kunnen. Dus nee, dat vind ik helemaal jammer. Het zou ook niet goed zijn dat je overal maar ingaat, denk ik. Ik heb geen idee. Weet je, het is zelfs zo erg, ik ken het verhaal van Mary Poppins niet eens. Ik weet dat het een nanny is en dat ze iets met een paraplu doet en voor de rest weet ik niks. Op zoek naar Zorro, wat verwacht u daarvan? Heel veel spannende, sexy mannen met heel veel temperament die goed kunnen zingen, dansen en acteren. Ik weet niet of ze kunnen schermen, dat moeten ze ook gaan leren. Waarbij Mary Poppins gaat vliegen heb ik begrepen. Ze wil dat, ik hoop dat ze beter vliegt dan de Poolse president. Ik heb het in Amerika al gezien en het schijnt hier helemaal aangepast te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de aanpassingen. Het schijnt pittiger te zijn. En nou, ik heb gehoord in de wandelgangen dat Noortje en William Spy echt sensationeel zijn. Dus, Ik heb wel eens fragmenten gezien, maar ik was 3 toen de film uitkwam. En ik heb hem toen niet gezien. En als ik hem had gezien, had ik er geen moer van begrepen, denk ik. Wat verwacht je van vanavond? Nou, meestal is het eten heel erg lekker. Nu heeft er ook nieuwe elementen in toegevoegd. Bij het oude Disney verhaal? Nummers in, een ander liedje, een ander dansnummer, een heleboel andere decors, andere kostuums. Interpretatie van Mary Poppins is in Londen heel stijf, heel afstandelijk. Is hier warmer. Kun jij het woord uitspreken? Supercalifragilisticexpialidocious. Ik spreek helemaal geen Marokkaans, waarom vraag je dat aan mij? Het is een van mijn favoriete musicals. Daarbij heb ik hem deze versie, de versie die Richard Eyre heeft geregisseerd, heb ik op West End een paar jaar geleden gezien. En ik weet dat hij fantastisch is, dus dat is heerlijk. Zeg het nog eens. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. In het Nederlands is het supercalifragilisticexpialidastisch. Vanavond. Ik ben nog wel zweten, doe je het? Nee, dat was fantastisch. Ik vond het fantastisch, ik mocht echt weer kind zijn. En ik heb zo genoten, ik ben echt geraakt geweest ook. En dat klinkt heel gek, een kindermusical. Wat is dat nou, Christophe, doe serieus? En weet je, Mary Poppins is voor mij, dat was echt sowieso een jeugdsentiment. In de lijn van The Sound of Music. Zondagmiddag op een donkere winterzondagmiddag mocht je dan van mama en papa kijken naar Mary Poppins. En de magie en alles wat daar omheen, weet je, het geloven in je dromen en alles, dat voelde ik vanavond weer. Dus voor mij was het echt, het klinkt heel soft hè, maar... Weet je, ik ben bang dat als ik vertel hoe goed ik het vond, dat je straks zo'n zaal vol hebt met allemaal popcorn gooiende Marokkanen. En dat willen we ook niet hebben, dus wat een slechte voorstelling was dat jongens. Niet gaan, je moet niet gaan. Supercalifragilisticexpialidocious? Fantastisch. Bijna. Kan je het woord uitspreken? Oh, supercalifragilisticexpialidocious, toch? Nog een keer? Supercalifragilisticexpialidocious. Ik kon je niet goed verstaan. Ja, ik heb het al 2 keer gezegd. Ten eerste heb je een Mary Poppins die al eigenlijk zo gevestigd is door de tv. Dus dan komt de ster op. Dat is natuurlijk al heerlijk. Dat merk je ook aan de zaal. Dat is ook heel fijn als er dan iemand opkomt en dan breekt het ijs eigenlijk al meteen. En dan komt er een doppert uit die coulissen. Die werkelijk de sterren van de hemel speelt. Dus ik heb niet alleen een ongelooflijk blije avond gehad in tijden van crisis. Maar ik ben ook nog ontroerd geraakt. En dat met een musical. Nou heb ik jou net het woord gevraagd.
kan hem nog uitspreken? Super Gali Jalim. Ik heb de show niet gezien. Ik heb hem wel een aantal jaar geleden in Londen gezien. En toen vond ik het al vreselijk saai. Ik vond het eigenlijk heel grappig om te merken dat het eigenlijk een... vooral een musical is die gaat over de kracht van de vrouw. Weet je wel, de vrouw van meneer Banks die moet leren dat ze gewoon voor haar eigen rechten mag opkomen. En zich niet aan de kant moet laten schuiven. En de man die moet leren dat hij niet alleen maar bezig is met geld verdienen. Maar ook voor zijn gezin moet zorgen. Je had het ook mevrouw en meneer Bos kunnen noemen. Meneer Van Duin, hoe vond u het stuk? Ja, hartstikke leuk. Het is echt feest van die liedjes zijn natuurlijk heel bekend uit de musical al. Mijn stem is heel slecht, maar dan komt ik van de week zoveel moeten promoten en allemaal babbelen, maar het komt weer goed. Maar ik vond het vanavond een hele vrolijke musical en die mensen zijn geweldig. Noortje is natuurlijk fantastisch en ik vind het met de hele cast is erg goed. Ik vind het een aanradertje. Supergalifragilistic expellende dosis. Bijna toch? Een hoge dosis dus. Ja, precies. Ik vond het prachtig. Maar ik blijk helemaal niks gewend te zijn, want in het begin kwam het decor, dat was een huisje en het klapte open. Toen kreeg ik al kippenvel. Toen dacht ik, oh wat mooi! Dus ja, ik ben helemaal niks gewend en ik vond het al meteen leuk vanaf het begin. Het niveau is niet normaal hoog. Het is zo knap, het is zo'n mooie productie. En de laatste musical die ik heb gezien was Tarzan. Die vond ik ook alweer geweldig, dat alles door de zaal slingerde en deed. En dit is gewoon, en dit is ook een feestje. Om hier te zijn. Dit is echt één grote ontspanning ook om heen te gaan. Er zijn natuurlijk een aantal klassieke verhaallijnen die we kennen. Elke jongen wil natuurlijk de erkenning van zijn vader hebben. Dat heb ik ook altijd gehad. Mijn vader is helaas overleden. En als ik dat dan zo'n moment zie, schiet ik altijd weer vol. Dan ben ik toch zo'n lekkere, sentimentele oude nicht die even moet huilen. Heel mooi. Als ik zie hoe makkelijk het is, denk ik dat ik zelf volgend jaar ook in de musical ga spelen. In welke? Nee, ik zou het niet weten. Nee, ja, nee. Ja, het inspireert wel. Ik zie heel veel creatieve dingen. Maar ik kan niet zingen. Dus ik kan er zelf nog niks mee doen. Maar ik krijg wel wat energie als ik zo'n zaal uitloop. Dus als jij gaat oefenen op je zingen, dan kunnen wij jou volgend jaar in de musical zien. Ik ga oefenen op mijn zang, oké? De volgende keer ga ik voor jullie zingen. Die schoorstenen veegt, is een nederige man. Al slaat ik me dag in rook en in roet. Ik ben wie ik ben en wat heb ik het goed. Zo voor de première van Mary Poppins. Mijn taak zit erop voor vandaag. Wij gaan nog even een borreltje drinken. Zit wat bescheiden en bombastisch. Multifunctioneren toch zo duidelijk en plastisch. Supercalifragilistisch. 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 Expeditie.